We zijn op de FPA in Den Haag, Forensisch Psychiatrische Afdeling. Uniek wil ik niet zeggen, maar het is wel in een bosrijke omgeving. Dus het is wel een prettige locatie, denk ik, voor patiënten om te rehabiliteren. Het doel van de patiënt is natuurlijk om hem te stabiliseren. We zijn forensisch, dus terugdringen van recidieven. En dat doe je natuurlijk binnen een setting waarin je kijkt in hoeverre mensen met hun ziektebeeld en de behandeling die je daarbij inzet, in staat zijn om terug te keren in de maatschappij. Je hebt natuurlijk met verschillende disciplines te maken. Psychiaters, psychologen, begeleiders. Ja, dat is een team wat voor een gedeelte uit verpleegkundigen bestaat en een gedeelte uit management, SPH of SPW-achtige achtergrond. Die samenwerking moet heel nauw zijn, omdat je heel goed op elkaar moet afstemmen wat voor stappen je gaat maken. Daarbij heb je ook nog te maken met externe partijen, met reclassering, met soms een gevangenis die nog eindverantwoordelijk is of een TBS-kliniek, waar je ook gewoon goede afspraken mee moet maken tijdens het verblijf van iemand hier, waar we op in gaan zetten en wat voor stappen we daarin maken. Het is niet altijd ja, het is niet altijd nee. En elke patiënt wordt individueel beoordeeld en bekeken. Het allerleukste vind ik zelf om binnen een setting waarin je met zo'n moeilijke populatie werkt en waar heel hard gewerkt wordt door een team, toch te blijven kijken naar hoe kunnen we ons, buiten dat we heel hard blijven werken, ook blijven ontwikkelen en blijven verbeteren. Mijn naam is Michel Keuning en mijn missie is om het beste in iedereen naar boven te halen. Mijn naam is Jos de Keijzer en mijn missie is om de samenleving veiliger te maken.